En dan kom ik terug en dan staan mijn kinderen staan al te springen. Want er is een subtropisch zwemparadijs. Kan iemand me uitleggen waarom we een plek op aarde, waar het 40, 50 graden is, waar je in een dampende gloorlucht, met gillende, krijsende, rennende kinderen om je heen, in witte plastic kuipstoeltjes, dampende, halfbakken, lauwe friet moet eten, met tegenover je een vrouwtje waarvan hij denkt, oké, je hebt voor een bikini gekozen, maar een badpak was een betere keuze geweest. Waarom noemen we die plek een paradijs? Iemand. Paradijs voor bacillen, ja. Nee, dan zit er zo'n vrouwtje tegenover me. En dan word ik ook een beetje paniekerig. Want dan is ze een gouden kettentje met de naam rond de nek. Ja, dan begin ik te denken, oh jee. Hij je eigen naam niet kan onthouden, waar is je begeleider? Ja, je bent wel in een zwembad. Hè? Goh, wil je naar hun omhang kleden? Moet je kleren in zo'n klusje? Dat is dan weer 50 cent. Dat hij niet bier, want ja, je pin alles tegenwoordig. Ga je weer terug. Kinderen zijn ongeduldig. Nou, eigenlijk alles in dat klusje kunnen proppen. Kan er net in. Krijg je zo'n armbandje met zo'n sleuteltje. Je bent in dit land als crimineel met een enkel band beter af dan als hardwerkende Nederlander in zo'n zwemparadijs, vind ik. Naar je zon, dan ga je naar je terug omkleden, moet je dat kortje in. Dan wil je kunnen zitten. Naar je zukke bankjes. Zukken. Zukke bankjes. Ik heb zo'n reet. Hoe moet je het doen, hè? Je sokken die vallen op zo'n half natte vloer. Nee, van die klamme sokken. Wil je een onderbroek aantrekken, weet je, dat stropt helemaal. Die is niet met fatsoen over je knieën te krijgen. Nee, welkom in het paradijs. Tjonge, jonge, jonge.